Stel, je wil aan de slag als loodgieter. 3.500 vacatures. Of als marketingmedewerker. 17.000 vacatures. Of in de IT ruim 45.000 vacatures. Nederland heeft een enorm personeelstekort. Heel Zeeland is op zoek naar personeel. Ik ook. We hebben te weinig chauffeurs. En hij zoekt nieuw personeel, we zoeken collega's. Ik ben Joel Stoffers, lector en ook leraar employability. En ik onderzoek hoe mensen goed inzetbaar kunnen blijven gedurende hun hele werkzame leven. We zitten momenteel in een unieke situatie. Want normaal gesproken zijn er meer mensen op zoek naar werk dan dat er werk is. Maar omdat veel mensen met pensioen gaan en omdat de economie nog steeds op volle toeren draait, zijn er nu veel meer vacatures dan mensen beschikbaar. Stel, deze bak is Nederland. En deze knikkers, dat zijn wij allemaal. En deze band, dat is de arbeidsmarkt. En tot voor kort waren er meer mensen dan er in de arbeidsmarkt pasten. Maar door de vergrijzing zijn er nu steeds minder mensen. En daardoor vallen er gaten op de arbeidsmarkt. En ondanks corona, onzekerheid door oorlog en energietekorten gaat het nog steeds goed met de economie. En het aantal vacatures is afgelopen jaar met 44% gestegen naar ruim 450.000. En daardoor komen nu natuurlijk nog meer mensen tekort. Maar er worden ook steeds meer nieuwe eisen aan medewerkers gesteld. En dat vereist telkens nieuwe kennis en vaardigheden van mensen. Dus het gaat niet alleen om de aantallen. Nu wordt er door de overheid en door werkgevers vaak nagedacht over oplossingen. Maar vaak zijn die oplossingen complex in de uitvoering en zeker niet op korte termijn te realiseren. En of het nu gaat om mensen die langdurig werkeloos zijn, gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, of arbeidsmigranten. Het kost allemaal veel tijd en energie van professionals om integratie en begeleiding voor hun rekening te nemen. En die professionals zijn overigens ook nog eens schaars. Datzelfde geldt voor robotisering en digitalisering. Het biedt maar ten dele een oplossing. En bovendien moeten mensen goed worden opgeleid om optimaal gebruik te kunnen maken van die robots, die kunstmatige intelligentie en die data. En al deze deeloplossingen zijn van belang. Maar ik wil vooral benadrukken dat we het ook moeten hebben van de mensen die nu al op de arbeidsmarkt zijn. Iedereen die wel werkt. En dat moeten we dan zo duurzaam mogelijk doen. En in mijn vakgebied betekent dat in goede balans, werk en privé en een leven lang ontwikkelen. Dat betekent dus niet dat je nog harder moet gaan werken dan je misschien nu al doet. Nee, je moet juist voorkomen dat je jezelf over de kop werkt. Hoe zorg je er nou voor dat je niet uitvalt met een burn-out? En hoe zorg je ervoor dat je je hele loopbaan met plezier kunt blijven werken en van betekenis kunt zijn? Dat doe je door ervoor te zorgen dat je werk hebt, dat je leuk vindt, dat recht doet aan je ambities met fijne collega's en een goede leidinggevende op een plek waar je je gewaardeerd voelt. Die duurzame inzetbaarheid van mensen die kun je meten op 3 vlakken: vitaliteit, werkvermogen en employability. En dat doe je door jezelf cijfers te geven. Maar je kunt het ook aan je omgeving vragen. Bijvoorbeeld aan je partner, je collega's of je vrienden. Vitaliteit gaat over of je fit bent. Of je energie hebt en gemotiveerd bent om te werken. En werkvermogen is de mate waarin je in staat bent om te werken. Bijvoorbeeld of je wel of niet een lichamelijke of mentale beperking hebt. Zoals rugklachten of een burn-out. En employability gaat over je competenties en je kwalificaties. Oftewel wat je weet en wat je kunt. Tijd voor een voorbeeld. Dit is Denise. Ze is halverwege de 40 en ze werkt op de financiële administratie van een transportbedrijf. Als we haar vitaliteit meten, dan is er niks mis. Ze gaat met plezier naar haar werk. Ze heeft geen last van mentale of lichamelijke klachten. Dus ook haar werkvermogen is in orde. Maar ze heeft wel moeite met een nieuw automatiseringssysteem op haar werk. En haar employability is dus minder hoog dan dat ze zou willen. Denise bespreekt dit met haar leidinggevende. Ze spreken af dat ze een cursus mag gaan volgen, waardoor ze dat nieuwe systeem op de juiste manier kan gebruiken. En zo blijft ze duurzaam inzetbaar. Goed voor haarzelf, voor de organisatie en daarmee voor de arbeidsmarkt op de lange termijn. Laten we een ander voorbeeld nemen. Alex. Hij is een paar jaar geleden afgestudeerd en werkt nu als IT'er. En ook hij heeft zijn capaciteit en wensen tegen het licht gehouden. Met zijn employability is niks mis. Hij heeft de meest relevante en recente opleidingen gevolgd, dus hij is up-to-date. Ook zijn vitaliteit gaat goed. Hij gaat regelmatig naar de sportschool en hij eet gezond.
Maar toch merkt hij dat hij niet goed slaapt en niet lekker in zijn vel zit, omdat hij veel piekert over zijn werk. Hij is ambitieus en hij moet veel van zichzelf en dat lukt niet altijd. Ofwel zijn werkvermogen en dan met name zijn mentale vermogen staat onder druk. En hij gaat met de bedrijfsarts praten en die geeft aan dat Alex tegen een burn-out aanloopt. Samen met zijn leidinggevende besluit Alex om een aantal van zijn taken en projecten onder zijn collega's te herverdelen. En zo blijft ook hij duurzaam inzetbaar. In ons voorbeeld hebben Denise en Alex hun probleem in de eigen organisatie kunnen oplossen. En het is natuurlijk heel mooi als je open en transparant in overleg met je leidinggevende dergelijke problemen kunt oplossen. Maar soms kan dat niet. En dan moet je zelf de regie pakken om duurzaam inzetbaar te zijn. Maar ga nu niet als een kip zonder kop van baan verwisselen. Ga eerst eens kijken wat het beste bij je past, vooral ook op de langere termijn. En maak serieus werk van je loopbaan. Daar doe je niet alleen de organisatie waar je werkt en dus de arbeidsmarkt en samenleving het meeste plezier mee. Maar bovenal zorg je dan goed voor jezelf, voor je eigen duurzame inzetbaarheid. Hoi, ik ben Hilde, psycholoog. En hoe je wel oud wil worden, vertel ik je in de volgende aflevering.